Peter Schep, hoe is het om aan de andere kant te staan? Ja, leuk. Ik ben er nu al een tijdje mee bezig geweest, natuurlijk met de voorbereiding. Ik moet zeggen, ik was wel blij dat ze voor het eerste onderdeel vertrokken waren. En dan komt de ontspanning erin. En ik heb er echt super van genoten, de eerste avond volle bak. En de renners, heb je het idee dat die heel anders naar je kijken nu je wedstrijdleiding bent en geen mededeelnemer? Ja, ze zien wel verschil tussen een strak pak en een wielershirt. Maar uiteindelijk zijn de meesten natuurlijk al aan gewend dat ik al een tijdje aan de zijkant sta. Ook buiten de zesdaagse ben ik gewoon actief in het wielrennen en ook aan de andere kant. Dus ja, ze zijn er inmiddels aan gewend en ik ook. En ik voel me er prima bij. Ik vind het superleuk. Dat is goed om te horen. En druk jij op een bepaalde manier samen met Michael nu je stempel op de zesdaagse? Wat is jouw bijdrage wat dat betreft? Nou ja, wij zijn verantwoordelijk voor de zaken die wij veranderd hebben, die we doorgevoerd hebben. En we hebben ook gezegd, ja, we hebben daar de renners bij nodig. Dus we hebben met een aantal jongens gesproken. Iedereen die wist van tevoren dat er iets ging veranderen. En ja, het heeft ook een beetje met een instelling te maken om niet alleen van onze kant, maar ook van de rennerskant daar vol enthousiasme in te gaan. En ja, wat ik gisteren gezien heb, alleen maar lof voor de renners. Want ze hebben dat supergoed opgepakt. En ja, als we zo doorgaan, dan ben ik heel tevreden. Je zegt het al, als we zo doorgaan ben je heel tevreden. Heb je een doelstelling of wanneer kan je zeggen, voor mij is deze zesdaagse geslaagd? Nou, ik denk als Jolande Janssen ons over 4 weken belt en ze zegt veel, hè, we hebben de cijfers of de meningen van mensen die geweest zijn na de zesdaagse. Ja, dan kunnen we zeggen of het goed uitgepakt is of niet. En ervan uitgaande dat het komend jaar nog goed gaat en dat je het langer mag blijven doen. Wie zie jij in de toekomst? Dat is hopelijk nog ver weg, maar wie zie je in de toekomst jouw rol overnemen? In de toekomst? Nou, ik weet niet. Ja, dat is moeilijk als je net 1 stap gedaan hebt. Nee, ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Ik vind het echt superleuk, dus ik hoop dat ik het zelf mag blijven doen voorlopig. Ik ben nog niet echt met opvolging bezig.